Noem eens een plek in de stad waar je als Leeuwarder niet of nauwelijks komt. Dan kom je al snel uit op de vliegbasis van Leeuwarden. Een afgesloten terrein waar alleen medewerkers van Defensie normaal gesproken mogen komen. Eind jaren 30 was vermoedelijk bijna iedereen uit de stad er wel. Het terrein werd toen namelijk in gebruik genomen als burgervliegveld. Het vliegveld is vanaf 1938 een tussenstation tussen Amsterdam en Groningen. De openingsfeesten op 24 en 25 juni 1938 zijn een doorslaand succes. Het motto van die dag maakt kennis met het luchtverkeer. ...25.000 Leeuwarders nemen een kijkje. Enkelingen vliegen naar Amsterdam en terug. Anderen zien Leeuwarden vanuit de lucht tijdens een rondvlucht. De eerste twee weken zijn er veel passagiers. 328 reizigers komen vanuit Amsterdam naar Leeuwarden. En vanuit Leeuwarden vliegen 311 mensen naar Amsterdam. Een deel van de eerste groep vliegt overigens door naar Groningen. Met de Duitse bezetting in 1940 wordt het vliegveld omgebouwd tot militair vliegveld Fliegerhorst. De Luftwaffe legt start- en landingsbanen aan en gebruikt hiervoor puin van de bombardementen op Rotterdam. Dag en nacht voeren de Duitsers vluchten uit met jachtvliegtuigen en nachtjagers. De Duitse bommenwerpers kunnen vanaf de Leeuwardenbasis rechtstreeks naar Engeland en terugvliegen. De Engelse Royal Air Force bombardeert de basis meerdere malen als ze op weg zijn naar Bremen en Hamburg, maar de schade wordt snel hersteld. Vlak voor de bevrijding blazen de Duitsers de stadbanen in hangars op. Het oudste gebouw blijft gespaard en is nu een museum. Na de oorlog heropent de KLM haar dienst tussen Leeuwarden en Schiphol, maar de animo stokt zodra het spoornet weer volop draait. Ook de auto is een geducht concurrent van het vliegtuig geworden. In 1947 wordt de vliegbasis voor een ander doel gebruikt, het houden van auto- en motorraces. De KNMV, de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, organiseert de wedstrijd met de Friese Motorclub. Ook deze wedstrijd trekt een enorm publiek. Ongeveer 20.000 mensen komen kijken naar de motorzijspan en autoraces op de baan. De Friesen doen het goed. Zo wordt Friese motorclublid Siep Posma, alias Gutsi, tweede in de 350cc-klasse. See why I be, ain't you glad?
just like your lovers on picture covers, in spite of sun or rain. We'll find romance every scene we meet is lover's lane. Ain't you glad that our kisses keep their flavor? Ain't you glad everything is in our favor every day? We can say everything is rosy. Ain't you glad? In 1949 neemt de Koninklijke Luchtmacht het terrein in gebruik als vliegbasis. Het gebied krijgt opnieuw de functie van militair vliegveld. Defensie stationeert er straalvliegtuigen. Eerst de Meteor en vervolgens de Starfighter. In 1979 landt de eerste F-16 op Nederlandse bodem. De opvolger van de Starfighter landt op 7 juni in Leeuwarden. Een selectief publiek is deelgenoot van de komst van de eerste F-16's. De gewone Leeuwarder hoort de straaljagers vaak, maar van dichtbij bewonderen is alleen mogelijk tijdens de open dagen. Op 22 juni 1985 bezoeken ongeveer 200.000 mensen de open dag. Tegenwoordig is Leeuwarden, samen met het Noord-Brabantse Volkel, één van de twee overgebleven bases voor F-16 vliegtuigen. Hoe lang nog is onzeker. In het kader van bezuiniging wordt al lang gesproken over de sluiting van of Volkel dan wel Leeuwarden. Met een grote concentratie van luchtmachtactiviteiten in Noord-Brabant lijkt de keuze voor Volkel een logische. Een zwaar verlies voor Friesland, want de vliegbasis is goed voor 1250 banen. Of de vliegbasis Leeuwarden de komende bezuinigingsplannen overleeft, is de vraag. Vooralsnog blijft de toekomst onzeker. We used to dwell love's own palace. A palace of dreams come true. Now that we're through, I bear no malice. Though we've called it a day, all I can say is thanks for all the lovely delight I found in your embrace. Onderwijzer uit Nijbeets liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar. Onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar.